Hallo Crypto Corners, het is donderdag 4 april 2024. Dit is de Crypto Corners Podcast. Leuk dat je luistert, de donderdag editie. En je weet het, daarin gaan we niet langs de charts, maar pakken we meestal een thema op. En dat doen we vandaag in de vorm van een replay, een herhaling van een stukje uit een eerdere aflevering, namelijk die van 28 maart 2023. En dat was de podcastaflevering met verderweg de meeste en ook de langste reacties. Voor de zekerheid. In die bewuste podcastaflevering, waarvan je zo meteen een stuk uh, terug gaat horen, is er geen sprake van een samensveringstheorie of iets dergelijks. Dit gaat over iets dat keihard is onderzocht en aangetoond door een advocatenkantoor uit Boston. Het gaat om het volgende. Waarom? Eigenlijk gaat het om het geven van een antwoord op de volgende vraag. Waarom wordt bitcoin voortdurend in de hoek gestopt van terrorisme, criminaliteit, witwassen, enzovoort? Waarom worden mogelijkheden die je hebt om met crypto vermogen op te bouwen via bijvoorbeeld derivaten trading, future trading in Nederland en ook in andere landen in Europa overigens onmogelijk gemaakt door centrale banken en toezichthouders? Waarom is de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, voortdurend in juridische gevechten gewikkeld met gerenommeerde cryptopartijen zoals bijvoorbeeld Coinbase? Waarom moeten bedrijven als Ripple voortdurend rechtszaken aanspannen tegen de Amerikaanse SEC? Waarom heeft het zo lang geduurd voordat Bitcoin ETF's zijn goedgekeurd in Amerika? En waarom duurt het nu weer zo lang voordat de Amerikaanse SEC Ether ETF's goedkeurt? Wat zit daarachter? En het antwoord is, nogmaals, bedacht en gevonden eigenlijk door een Amerikaanse advocaatkantoor uit Boston. En samengevat onder de naam Operation Chokepoint. En ik nogmaals, ik kan me voorstellen dat je denkt van, dit is niets anders dan een samensweringstheorie. Als je dat serieus denkt, zou ik je aanraden: luister even goed naar de replay uit die podcast van 28 maart vorig jaar. Dan begrijp je waarom we er vandaag in deze aflevering nog een keer aandacht aan besteden. Wat je absoluut wilt doen, naar mijn mening, is alles wat ik je nu ga vertellen in mijn rant uh, zelf checken. Gewoon praat hij nu alleen maar in de vorm van een theorie, een samenzweringstheorie, of is datgene wat hij zegt gebaseerd op feiten? En het goede nieuws is: je hebt eigenlijk maar één document nodig waar een hele hoop voetnoten in staan. waar al die feiten in worden benoemd. En al die feiten worden onderbouwd met kopieën van e-mails, kopieën van verslagen van telefoongesprekken. en al die kopieën zijn geregistreerd. Dus dit gaat wel ergens over. En waar het over gaat is eigenlijk de oorzaak van wat we de laatste tijd al langer zien en waar ik het ook wel eens over heb gehad. Namelijk, het lijkt er wel op alsof er meer aan de hand is dan wat toeval. Het lijkt erop of dit gaat over een georganiseerde aanval op crypto. Niet alleen in Amerika. Ook in Europa. Een simpel voorbeeld is DNB. Ik heb geen inzage in wat daar precies gebeurt, maar hoe kan het in hemelsnaam dat DNB erin slaagt om al bijna anderhalf jaar een bedrijf als Binance gewoon van de markt te houden? Wat gebeurt daar? Hoe kan dit? Er zijn, naar mijn mening, veel. Echt opvallende aanvallen op crypto aan de hand. En de laatste maanden hoeven we eigenlijk alleen maar naar Amerika te kijken. Laten we beginnen met Silvergate. Misschien heb je dat al meegekregen. Silvergate was een bank, ze zijn omgevallen inmiddels, uh, met veel crypto uh, klanten. Oftewel veel klanten, vaak bedrijven, die uh, bezig waren met uh, hun geld verdienen via crypto. Dat konden brokers zijn, dat konden adviesbedrijven zijn, whatever. Als je iets met crypto deed, was er een grote kans dat je Silvergate gebruikte als jouw bank. Die bank was zo liquide als het maar zijn kon. Het, uh, de cashreserve van de bank was ongeveer 20% groter dan de tegoeden van de bank. Oftewel, deze bank had geen enkel financieel probleem. Maar is omgevallen. En als je goed kijkt en echt tussen de regels doorleest, en vooral niet alle persberichten volgt, maar tussen de regels doorleest, dan kom je erachter dat de reden dat ze zijn omgevallen, een mandaat is geweest van Amerikaanse overheidsinstanties. Ze moesten stoppen. De stekker werd er gewoon vanuit overheidsniveau uitgetrokken. Nou, dan hebben we, en die hebben we allemaal meegemaakt. Paxos. Uh, Paxos is een Amerikaans bedrijf, het is een Trust Company die onder andere een digitale versie of een crypto-versie eigenlijk van goud beheren. Paxos Gold, Pax G, kun je ook in handelen, bijvoorbeeld op binance of op crypto.com. En voor elke Pax G, voor elke Pax G coin of token eigenlijk, want hij draait op de Ethereum blockchain. Ligt er in een kluis in Londen bij Brings ook daadwerkelijk een zogenaamde Troy Ounce, ongeveer 31 gram, goud opgeslagen? Dus als jij een Pax G hebt, dan kun je aan de hand van je walletadres ook daadwerkelijk kijken welk stukje goud daarbij hoort. Want al die goudstukken, die goudklompen die daar liggen, die lange staven, hebben een serienummer. Dus het is allemaal geborgd door echt goud. Maar Paxos geeft nog meer uit, zoals bijvoorbeeld een stablecoin die ten opzichte van de dollar één op één loopt, die is geborgd door echte dollars. Dat is vroeger heette dat ding de Pax, en later werd het de USDP. En inmiddels uh, is die USDP er nog steeds, maar een variant daarvan, gewoon dezelfde munt met een andere naam, de BUSD, de binance dollar, die is verboden. Kort geleden werd het uh, verboden door de SEC, want de SEC zei: uh, deze munt is gewoon een security. Is een effect, een, een waardepapier. En dat was de eerste keer dat het zomaar werd gezegd, zonder dat daar verder iets aan te, te grondslag lag. Dat was gewoon een mening van de uh, SEC. En het uh, hoofd-New Yorkse Departement van Financiën heeft vervolgens uh, PAXOS verboden om nog langer BUSD te slaan. Oftewel, er komen geen nieuwe BUSD's bij. Bestaande BUSD's blijven gewoon bestaan. Voorlopig in ieder geval. Die kun je gewoon in blijven ruilen voor echte dollars. Je kunt ze ook nog steeds gewoon verhandelen. Maar dit was weer zoiets waar eigenlijk iedereen verbaasd was. Hoe kan dit nou opeens? Waarom wordt opeens een BUSD, een stablecoin, gezien als een effect? Als een security? Als een waardepapier? Terwijl het gewoon een stablecoin is. Nou, daar is inmiddels al een rechtszaak over gevoerd. Uh, in ieder geval een soort, een, een pseudo-rechtszaak over gevoerd. Er is een document uh, ingebracht. Waarin een andere rechter heeft gezegd dat dergelijke uitlatingen gewoon nooit de basis mogen zijn van een rechtszaak. Zoals hier is eigenlijk gewoon simpelweg de SEC al min of meer teruggefloten. Dat was twee. Nou, de nummer drie, Binance. Gisteren kwam er opeens. Dat is een donderslag bij helder hemel. In ieder geval voor mij. Ik had dit niet verwacht. Kwam er opeens zomaar een persbericht uit. Dat een Amerikaans bedrijf. De C of een Amerikaanse instantie moet je zeggen. De CFTC. Uh, het regulerende orgaan voor de handel in grondstoffen. En derivaten daarvan. Binance ging aanpakken. Op het zonder toestemming verhandelen van ...commodity derivaten. Dus bitcoin is opeens een commodity. Nou, drie dingen die eigenlijk geen van alle echt kloppen. Dit opnieuw is natuurlijk oppassen voer voor, voor samensweringsdenkers... ...die zeggen, ah, kijk, 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 hier is een grote entiteit aan de gang... ...wij weten niet wie dat zijn, enzovoort, enzovoort. Die kant wil ik niet op. Ik kan me voorstellen dat als je gaat horen wat ik je zo meteen ga vertellen... ...dat je denkt van, ah, auk, jeetje, bij crypto-coiners... ...beginnen ze nu ook al als samensweringsdenkers te, te, zich te gedragen. Dat is absoluut niet het geval. Wat ik net zei is... Onderzoek gewoon zelf. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je beslissingen neemt. En dat geldt dus ook hier. Ik ga je vertellen wat ik lees in officiële documenten. En vervolgens is het aan jou om je eigen onderzoek te doen. Om te kijken of je het met me eens bent of niet. En zo niet, prima. Graag zelfs reacties. Alleen maar leuk. In discussies die verder gaan dan trolling alleen hierover zijn absoluut interessant om te volgen. Dus reageer alsjeblieft. Doe dat op YouTube als je deze podcast op YouTube volgt. Doe het op uh, onze podcastpagina, doe het in onze Telegram groep op Discord, waar je ons maar tegenkomt. Laat gewoon weten wat jij ervan vindt. Maar wat is er naar mijn mening nou eigenlijk precies aan de hand? Nou, allereerst, ik zei het al, die CFTC, die gaan over de handel in grondstoffen. En ze hebben simpelweg gezegd, Bitcoin, Ether, Litecoin, uh, BUSD, USDT, dat zijn grondstoffen. Geen onderbouwing. Ze gaan dwars in tegen een ander overheidsorgaan, de SEC. Die zeggen dat Tether geen grondstof is, maar een commodity. Maar whatever, het is nu een grondstof. Nou, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Waarom gebeurt dit? Waarom grijpt die overheid zo fanatiek in? In, een paar ma in minder dan anderhalve maand tijd: Silvergate, Paxos en nu Binance. Daarvoor gaan we even terug in de geschiedenis. We gaan even naar 2014. In 2014 toen hadden we nog een andere president zitten in Amerika, namelijk Obama, overigens ook een democratische president. Dat heeft misschien hier wat mee te maken. Dit is echt subjectief, maar daar kom ik zo op terug. De, in Amerika bestaan er heel veel financiële instanties, net als bij ons in Europa natuurlijk. Maar in Amerika is het allemaal nog wat meer gefragmenteerd dan bij ons. In Europa worden veel dingen door centrale banken gedaan. Een voorbeeld. Wij hebben in Europa een uh, depositogarantiestelsel. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt erop neer dat als jij geld op een bank zet, dan is dat geld verzekerd tot een bepaald bedrag. Uh, 100.000 euro is dat hier in Nederland en in Europa. Want er is een depositogarantstelsel. En dat betekent het volgende: als een bank zou omvallen, dan is jouw geld verzekerd tot 100.000 euro. En die verzekering. Uh, is wordt in Nederland verzorgd door DNB, de Nederlandse bank. Je weet wel, Nederlands oud-wet, ouderwets geschreven, toevallig dezelfde centrale bank die ook belast is of zichzelf belast heeft om alles te controleren wat met crypto te maken heeft. Een voorbeeld: als jij een wisselkantoor opent omdat je crypto wilt gaan verkopen, zoals bijvoorbeeld Bitfavo, dan uh, moet je voldoen aan richtlijnen van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank controleert of je dat doet, en jij als Bitfavo betaalt de Nederlandse Bank ook om jou te laten controleren. Hoe gek kun je het hebben? Maar zo werkt dat nou eenmaal. Dus. In Nederland doen veel centrale, doet de centrale bank dingen die bijvoorbeeld in Amerika worden gedaan door aparte instanties. Nou, in Amerika heb je de FDIC, FDIC, zo schrijf je dat. Uh, FDIC is dus een Amerikaanse instantie, ik zei het al, dit gaat, gaat alleen over Amerika. Die hetzelfde doet als wat in Europa of in Nederland bijvoorbeeld als de DNB doet: ze verzekeren spaartegoeden. Dus als je in Amerika geld op de bank zet en dat is minder dan. 250.000 dollar, Amerika's bedrag hoger dan bij ons, dan is dat verzekerd. Als de bank omvalt, dan krijg je die 250.000 dollar precies terug. Nou, in 2014 gebeurde er iets bijzonders. Toen heeft echt een, hebben een paar bobo's bij die bank, en dit is gedocumenteerd, je kunt die documentatie straks gewoon weer zelf opzoeken. Een paar bobo's bij die FDIC, FDIC zeiden: Oké, okay, er zijn segmenten. Die bevallen ons niet. Die handelen naar onze mening onterecht. Die zouden eigenlijk niet moeten bestaan. En dan heb je het over uh, bedrijfssegmenten zoals pd loans. Als je wel eens in Amerika bent geweest, dan ken je ongetwijfeld die kleine uh, winkeltjes. waar je met je uh, salarisstrook, of eigenlijk met je check, als je die uh, nog uitgekeerd krijgt. heen kunt om er meteen cash geld voor te krijgen. Veel Amerikanen leven echt uh, hand to mouth, zoals het wordt genoemd, gewoon. Uh, van begin van de maand tot eind van de maand en hopen dat ze het eind van de maand halen. En die PD-loonbureaus helpen, helpen hen mee om aan cash te komen. Nou, ook maar niet alleen uh, PD-loonwinkeltjes, maar ook tabakshandel werd aangepakt, uh, wapenhandel, uh, pandjeshuizen en al dat soort dingen. Een stuk of pornografie natuurlijk. Dertig bedrijfssegmenten werden eruit gehaald door de FDIC. En bij de FDIC vonden een paar van die hotshots die zeiden: van ja, dergelijke bedrijven kunnen gewoon niet. En we moeten stoppen. Wij als FDIC, als verzekeraar van bankdeposito's, moet je je voorstellen. Wij vinden dat dergelijke bedrijven niet kunnen. Dus wij vinden dat ze moeten stoppen. Dit is geen democratisch iets of zo. Dit is niet dat dit werd opgelegd door, een door de overheid aan zich. Nee, dit was gewoon de FDIC die dit vond. En ze zeiden: Wij moeten die bedrijven gewoon afsnijden. We moeten gewoon zorgen dat ze geen bankrekening meer hebben. Dan stoppen ze hem wel zelf. Want als je non-bankable bent, als je geen bankrekening kunt hebben, kun je eigenlijk niet bestaan. En ze hebben zelfs een strategie uitgedacht. En dit staat allemaal op papier. Er zijn getuigenverklaringen, er zijn e-mails gevonden en ook gedeponeerd van correspondentie van de FDIC, intern en extern, waar dit gewoon letterlijk in staat. Het is, als je erover nadenkt, echt van de dolle. Goed, daar gaan we. Uh, die strategie bestond eigenlijk uit vier punten. Punt 1, daar begonnen ze mee. En dit ging dus over pandjeshuizen en over uh, PD-loans en tabakswinkels en wapenhandelaren enzovoort. Maar je kunt alvast even doordenken en doen alsof het nu 2023 is en we met crypto bezig zijn. Sterker nog, doen alsof het nu 2017 18 is en met crypto bezig zijn. Nou, dan gaan we. Wat was punt 1 van de vier traps raket van de FDIC in 2014? De FDIC zei: Wij moeten. Bij elke communicatie die we doen, naar banken toe, naar het Amerikaanse congres, alles wat we naar buiten brengen, moeten we dergelijke bedrijven in een slecht daglicht plaatsen. En dat betekent dat we ze gaan koppelen aan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals bijvoorbeeld we gaan pandjeshuizen koppelen aan wapenhandel. We gaan uh, wapenhandel koppelen aan pornografie. We gaan pornografie koppelen aan witwassen. Elk telkens als we over een bepaald iets praten. Waar geld bij uh, ter sprake komt. En wat uh, onze klanten betreft, met name banken betreft, gaan we die dingen koppelen. We gaan zorgen dat het gewoon simpel in een slecht daglicht wordt geplaatst. Wat we ook communiceren. Dat is één. Dan kan, dus op zich is dit gewoon een kwestie van beginnen met het toebrengen van reputatieschade. Want je weet het: waar rook is, is vuur. Als je overal leest dat puntje, puntje, dan zal het wel zo zijn. Dat was het eerste trap. De tweede trap was: wij gaan banken informeel benaderen. En we gaan tegen banken zeggen: gewoon informeel, helemaal geen, niks, niks officieels of zo. Dat ze beter maar kunnen stoppen met het zaken doen met dergelijke klanten. Want daarmee voorkom je, beste bank, dat je onder toezicht komt te staan. Want dan moeten we je echt gaan doorlichten. Dus begrijp hoe het gaat: er vinden informele gesprekken plaats tussen de FDIC, die verzekeraar. En een specifieke handelsbank. Van een bank waar jij klant zou kunnen zijn, of waar een bedrijf klant is. En die handelsbank krijgt te horen. Oké, okay, luister. Um, je kunt beter maar afscheid gaan nemen, want we komen anders gewoon. We komen er niet onderuit om jou echt heel nauwgezet te gaan onderzoeken. Nou, wat gebeurt er natuurlijk als gevolg van Trap 2 is dat banken afscheid gaan nemen van, betaalde klant, van bepaalde soort klanten. Of die klanten misschien niet eens meer accepteren. Trouwens, op een gegeven moment, wat ga je doen als klant? Stel, je merkt dat dit je hoort. Een vriendje van jou met een, een, een tabakswinkel is afgesloten. Het eerste wat jij doet is meer dan één bankrekening nemen natuurlijk. Je lijkt wel gek. Zorg ervoor dat je als je bankvervelende dingen met jou gaat doen dat je gedekt bent, dat je nog steeds kunt bankieren. Dus open gewoon nog een bankrekening. Dus stond er in een interne richtlijn van de FDIC, speciaal verdacht zijn bedrijven met meer dan één bankrekening. Zo ongelooflijk geraffineerd gingen deze gasten te werk. Ik zeg bij gingen, want dit is natuurlijk aangepakt. Oké, okay, toen kwam trap 3. Zodra er eenmaal flink wat bedrijven zijn afgesloten, eigenlijk afgekneld, daar komt ook de, ter, de term chokepoint vandaan, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dan gaan wij natuurlijk zeggen van wij hebben niks gedaan hoor. Dus op het moment dat er naar buiten begint te komen van klanten die zeggen ik kan niet meer bankieren of ik heb geen bankrekening meer, of het nou privéklanten of bedrijfsklanten waren. Zo gauw die meldingen naar buiten begonnen te komen, deed de FTC natuurlijk wat ze moesten doen, trap drie van de strategie. Dit komt niet door ons. Wij hebben banken absoluut niet verboden om dergelijke bedrijven als klant te hebben. En dat zijn we ook niet van plan. Technisch gezien klopt het wat ze zeggen. Ze hebben niemand verboden om zaken te doen met de klant. Ze hebben alleen gezegd: als je dat gaat doen, dan moeten wij jou heel streng gaan controleren. Dus dat is wat er, wat er aan de buitenkant gebeurde. De banken stonden min of meer in een soort spagaat. Die hadden zoiets van, ja, we, we willen graag klanten hebben. We kunnen ze niet aannemen, want dan worden we hard aangepakt door de FDIC. Banken werden vervolgens geconfronteerd met kwaaie klanten. Die zeiden van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Luister wat de FDIC zegt. Jullie hoeven mij helemaal niks te verbieden. En vervolgens meldde de FDIC, en toen werd het echt heftig, aan banken... dat ze, en dat gebeurde ook weer in achterkamertjes... dat ze gewoon niet eens meer mogen beginnen met dergelijke klanten. Gooi uit je bestand wat je hebt, anders zou het zomaar kunnen dat weer uitgaan sluiten van het garantiestelsel, dan ben je dus geen bank meer. En dan zou zo'n bank gewoon technisch omvallen. Want eerlijk is eerlijk, de meeste banken hebben natuurlijk veel minder aan liquiditeit dan dat ze hebben binnengehaald aan deposito's. Oftewel, als alle klanten van de bank op de bank zouden afkomen en zeggen ik wil nu mijn geld terug, dan valt een bank om. Maar gelukkig is daar dus dan zo'n verzekeraar. Nou, als je het niet meer verzekerd bent als bank, mag je geen bank meer zijn. Dan wordt je licentie ingetrokken. Oftewel, de druk kwam er behoorlijk op te liggen bij banken. Nou. Zie je een beetje de parallel, als je al wat langer in de cryptomarkt zit, wat er op dit ogenblik met crypto aan de hand is, eigenlijk al sinds 2017, 2018. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst even kijken naar hoe dat is opgelost, dit probleem. Nou, er is een Amerikaans advocatenkantoor, dat heet Cooper Kirk, ze zitten in Washington. Uh, het document dat ze net hebben uitgevaardigd, staat gewoon online. Ik post wel even een link naar dit document bij de show notes van deze podcast. Het is in het Engels, het is 30 pagina's, dus je moet wel even lezen. Maar het is extreem verhelderend. Dat document heette Operation Chokepoint. En een chokepoint is eigenlijk gewoon afknellen. Dat is een term die ook in oorlog tegenkomt en zo. Zorgen dat uh, gedeelten van een leger niet meer met voedsel en zo, of niet meer toegang hebben tot voedsel en wapens en zo. Nou, Operation Chokepoint, dus een operatie om dat afknellen van uh, klanten, van banken in kaart te brengen en te stoppen, begon in 2014 uit mijn hoofd. Het heeft ongeveer drie jaar geduurd voordat het succesvol was. En die drie jaar zitten vol met rechtszaken, met hoorzittingen door het congres en uiteindelijk zelfs met een presidentswissel. Uh, dus het, Obama verdween en Trump kwam in de plaats, uh, voordat uiteindelijk een succes werd geboekt door Cooper en Kirk. En toen gebeurde er nog iets heel bijzonders. Een van de dingen die uh, de, de regering Trump heeft gedaan is een zogenaamde federale richtlijn uitgevaardigd. En die richtlijn die moest absoluut voorkomen dat dit ooit nog een keer zou kunnen gebeuren. Dat zomaar een paar bobo's ergens zouden kunnen zeggen: Dit vinden wij niet goed, dit mag niet van ons, dit vinden wij niet kunnen. Dus wij verbieden het gewoon. Ook al hebben we daar eigenlijk helemaal geen democratische recht toe om dat te doen. En die richtlijn is uitgevaardigd. En nu komt het: Bijna werd president. En nog geen week daarna was die richtlijn geschrapt door weer een andere Amerikaanse overheidsinstantie die geleid wordt door een absolute crypto-tegenstander. U nogmaals, denk niet te veel in samensweringen, gewoon simpel de feiten. Biden neemt een overtuigd crypto-tegenstander aan, meneer Schu. En het eerste wat meneer Schu doet in zijn overheidsinstantie is zorgen dat die richtlijn geschrapt wordt. Oftewel, vanaf dat moment lag de weg eigenlijk open om opnieuw te gaan afknellen. Voor uh, centrale banken, voor overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de FDIC. Nou, daar gaan we. Die vier stappen, weet is ze nog? Eerst begin je met slecht daglicht, hè. reputatie beginnen te beschaden. Dan begin je met wat informele gesprekjes met banken. Dan begin je met afknellen, daadwerkelijk. En als dat gebeurt, begin je stap drie met het zeggen van wij weten van niks. Dit is niet door ons gekomen, wij verbieden helemaal niks. En dan ga je tegen banken zeggen, nu moet je oppassen, want als je doorgaat met deze klanten, sluiten we je uit. Nou, laten we eens even kijken. Crypto. Stap 1. Crypto, in waar je ook over communiceert, altijd in een slecht daglicht plaatsen. Koppel bitcoin bijvoorbeeld aan terrorisme, koppel het aan witwassen. Is dat gebeurd de afgelopen jaren door overheidsinstanties, door centrale banken? Je mag zelf het antwoord geven. Dan trap 2. Benader banken informeel en meld dat ze beter maar afscheid kunnen nemen van klanten, of het nou particuliere klanten zijn of zakelijke klanten, die zich bezighouden met crypto. En als je dat niet doet, beste bank, dan gaan we jou onder streng toezicht plaatsen. Is dat gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb geen contacten bij banken die me vertellen dat dit is gebeurd. Wat ik wel heb, natuurlijk, en jij ook, is al die mensen die bij ons al in onze community schrijven dat ze brieven hebben gehad van hun bank. Daarin ze moesten verklaren hoe ze aan bepaalde geldstromen kwamen? Of dat ze moesten verklaren dat ze met crypto bezig waren. Wat we ook hebben, maar nogmaals, dit is alleen maar mail. en ik heb natuurlijk geen officiële documenten gezien, zijn opmerkingen van leden van onze crypto corners community. Uh, van mensen die zeggen van ja, ik heb mijn bankrekening is afgesloten. Ik mag dat niet meer doen. Of uh, ik heb een betaling gedaan naar bijvoorbeeld Binance en die is teruggedraaid. Is dit de bank die dit voor hen heeft besloten? Ja, waarom doet de bank dit? Denk even terug aan stap 2. Dan stap 3. Zo gauw er een aantal mensen die bezig zijn met crypto... en of een aantal bedrijven die bezig zijn met crypto... beginnen te piepen en beginnen te zeggen van... hé, hey, ik ben door mijn bank afgesloten... of ik mag dit niet doen of ik mag niet, dat niet doen... dan kom, komen wij met een uitlating dat alles is toegestaan. Is die uitlating gekomen? Absoluut. Zeker in Amerika heeft opnieuw de FDIC gezegd... sorry, wij verbieden helemaal niks... En ze mogen gewoon doen wat ze willen. Als een bank besluit om een bepaalde klant niet aan te nemen... is dat de beslissing van de bank. Het is niet onze beslissing. En technisch gezien hebben ze natuurlijk gelijk. Maar je snapt wat erachter zit. Dat, naar mijn mening, stinkt gewoon. En dan het vierde. Banken laten weten, vaak in van die achterkamer, achterkamertjes bij inkomsten... dat ze geen klanten mogen hebben die bezig zijn met crypto. En als ze dat wel doen, worden ze uitgesloten van het garantiestelsel. Nou, kijk even naar Silvergate. Opnieuw, dit valt in de categorie... Is dit zo? Is hier hard bewijs voor? Misschien nog niet. Dus let op, wees heel voorzichtig bij het trekken van conclusies hieraan. Maar kijk eens naar stap 4 en kijk eens naar Silvergate. Een bank mag geen crypto-gerelateerde klanten meer hebben, anders worden ze uitgesloten van het garantiestelsel. Wat is er met Silvergate gebeurd? Opnieuw, dit is allemaal extreem. Hoe zeg je het? Uh, het is lastig om de schijn te vermijden dat dit met samensweringstheorie te maken heeft. Maar naar mijn mening is dat precies datgene... waar ze op doelen bij de FDIC. Waar ze zich op richten. Voorkomen of eigenlijk proberen dit zo te spelen... dat iedereen die zegt van ja, zou het... wordt neergezet als een samensweringsdenker. En naar mijn mening is dat... Gewoon niet het geval hier. Dit ligt gewoon simpelweg op tafel. Maar het was wel de reden dat ik best wel lang heb nagedacht. En we zijn ook wat later vandaag bij het opnemen van de podcast. Bij het voor, het, voor ik deze podcast ging opnemen, is dit wel aan mij om dit allemaal te gaan vertellen. Hoe voorkom ik dat corner straks wordt weggezet of wordt gezien als een samensweringsdenker? Dat zijn we absoluut niet. Dat ben ik absoluut niet. Ik kijk gewoon naar de feiten. En wat ik je ook zou willen vragen is, voordat je in discussie gaat hierover, wat ik overigens fantastisch zou vinden als je dat deed, kijk naar de feiten. Kijk gewoon eens, lees dat document door waarvan een link op, je, um, uh, op de podcastpagina straks staat en ook op YouTube staat. Het document van een, een gerenommeerd Amerikaans advocatenkantoor, Cooper Kirk uit Washington, die dat dus nu Operation Chokepoint 2.0 noemt. Het is 30, 31 pagina's lang, ik zei het al, dus het is niet zo taai geschreven hoor. En het mooie is, die pagina's, het zijn wel 31 pagina's, maar. Per pagina is de helft ongeveer is een voetnoot, of een serie voetnoten. Ze willen heel duidelijk maken dat ze voor elke opmerking die ze in dat document schrijven, ook onderbouwing hebben van echte e-mails, uh, gesprekssamenvattingen, klokkenluiders, noem allemaal maar op. Alles is gedocumenteerd en gedeponeerd bij de rechtbank. Dit ging voornamelijk natuurlijk om checkpoint 1. En zelfs bij checkpoint 2, waar we dus nu in zitten, hebben ze alweer dingen gedocumenteerd. En dan nog heel even over die rechtszaak tegen, uh, tegen Binance. Een aantal dingen zijn op zijn minst opvallend, laten we eerlijk zijn. Allereerst, uh, een zoekersverhaal met uh, die commodities. Ja, uh, Bitcoin is opeens een grondstof geworden. Weird, zou ik zeggen. En dan, de telefoon van CZ is bekeken. Hè? hoe werkt dit? Uh, we hebben op de telefoon van de CC bepaalde dingen gevonden. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Dit mag je niet zomaar. Dit is om te beginnen sowieso al onrechtmatig verkregen bewijs natuurlijk. Dus dit sneuvelt waarschijnlijk. Dan hebben ze het over gesprekssamenvattingen. Wie heeft die gesprekssamenvattingen? Hoe komen ze aan die mails? Klokkenluiders? Zou natuurlijk kunnen. Is er mailverkeer onderschept? Zou natuurlijk kunnen. En verder staat die hele rechtszaak, ook dat is trouwens weer een, of die aanklacht, een enorm document. Staat vol met dingen waarvan je moet afvragen van. Hm? Is dit zo? Waar, waar, kun je dit zomaar zeggen? Ik, ik blijf bij het commodities verhaal. Ga jij, beste FDIC, FDIC, bepalen dat bitcoin nu een grondstof is? Waar haal je dit allemaal vandaan? En het punt is, het is nu, dit is een belangrijke stap die is gezet. Want dit is, is dit trap 1? Misschien. Crypto wordt weer in een slecht daglicht geplaatst. Want het is weer gekoppeld aan witwassen. Wordt uitgebreid overgesproken in die aanklacht. Het is weer gekoppeld aan onkieshandelen, aan al dat soort zaken. Dus dit is misschien trap 1, opnieuw om ervoor te zorgen in combinatie met trap 2 en 4, dat steeds minder bedrijven en mensen toegang krijgen of willen krijgen tot crypto. Dit is naar mijn mening gewoon een legitieme aanval. Niet legitiem, een aanval, een keiharde aanval. Totaal illegaal. We zien dit al jaren gebeuren. Misschien ken je het, hè? in 2016, 17, 18 eh, negeerden mensen crypto. Daarna werd, het, werd er lacherig over gedaan, nou werden er grapjes over gemaakt. Ach, gaat allemaal helemaal nergens over. En toen kwam langzaam maar zeker de aanval. En daar zitten we nu middenin. We zitten middenin. En dit, er is geen beter tijdstip dan ze kunnen kiezen, natuurlijk, in Amerika en ook in Europa misschien. Want laten we eerlijk zijn: het gaat niet goed in de financiële wereld. Het lijkt heel duidelijk dat geld steeds minder waard wordt. En dat beslissingen die worden genomen door federale banken, centrale banken, dat die gewoon gebaseerd zijn op niks. En gewoon niet kloppen. En daar word jij, daar word jij en ik. Gewoon het slachtoffer van. Dus geen wonder dat crypto begint op te bloeien. En geen wonder dat ze dit moeten doen. Want crypto, laten we het eerlijk zijn, is gewoon een aanval op het traditionele financiële systeem. En dat is het laatste wat centrale banken willen: dat hun gecentraliseerde financiële systeem omvalt. Door hun eigen wanbeleid uiteindelijk. Maar daar heeft natuurlijk niemand het over. En dat was hem, de replay uit die podcast-aflevering van 28 maart 2024 over Operation Choke Point 2. Ik kan me voorstellen als dit de eerste keer was dat je dit hebt gehoord, dat je misschien best wel boos wordt en bij jezelf denkt van dit kan toch niet waar zijn. Misschien krijg je eerst gevoel van ongeloof, van onmogelijk dat dit zo is. Dan raad ik je aan, zoals ik ook al zei in de replay, kijk eventjes door dat document heen dat dat Amerikaanse advocatenkantoor heeft samengesteld. Dan wordt je duidelijk dat dit niet alleen maar gaat over een theorie, maar dat dit heel simpelweg keihard is onderbouwd bij Operation Chokepoint 1... en nu ook weer wordt onderbouwd bij Operation Chokepoint 2. En natuurlijk ben ik, net als bij die podcastafleveringen van vorig jaar maart... heel erg benieuwd naar jouw reacties hierover. We zijn inmiddels bijna een jaar verder. Je ziet dat er eigenlijk niets is veranderd. Het wordt nog steeds heel lastig gemaakt, ook jou persoonlijk... om met Bitcoin en crypto aan de slag te gaan... We krijgen nog steeds reacties van mensen uit onze community. die er niet in slagen om bijvoorbeeld geld over te boeken van hun bank. naar een crypto-exchange. Het wordt geblokkeerd. Ze krijgen soms een brief dat ze daarmee moeten stoppen. anders wordt hun bankrekening opgeheven en zo. Inmiddels begrijp je wat daarachter zit. En ik zei het al, ik ben benieuwd naar je reacties. Wat vind je hiervan? Nu bijvoorbeeld een jaar later, als je vorig jaar ook al hebt gereageerd. of als dit de eerste keer is dat je het hoort. hoe merk jij in de praktijk dat er misschien wel zoiets als een Operation Choke Point 2 aan de gang is? En wat vind je hiervan? Of heb je hier verder geen mening over? Vind je het prima? En denk je dat dit allemaal gebeurt? Op basis van respect voor ons. Vind je juist dat het iets is dat zou moeten worden gestopt? Ik ben super benieuwd naar jouw reacties hierover. Die kun je kwijt op YouTube als je deze podcast daar hoort. Op onze eigen podcastpagina. Of bijvoorbeeld op Spotify. Ik wens je veel succes met het verwerken van deze informatie. Ik hoop dat je een reactie geeft. En ik spreek je natuurlijk aanstaande dinsdag weer, 9 april. Bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.